Ja, 100% zelfsturing betekent in principe dat ik niks te zeggen heb in mijn eigen bedrijf. Als je echt wil dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, betekent het ook dat de mensen die in een machtspositie zitten, die verantwoordelijkheid ook loslaten. Ik ben wel eens een keer gebeld door een klant en die vroeg of ze de directeur kon spreken. Ja, dat werd een heel lastig gesprek. Je moet het gewoon het beste uit de mensen halen. Het team is dus volledig autonoom als het gaat om financiële keuze en beslissingen. Maar belangrijk is dat ze in een zelfsturend collectief opereren. Op die manier creëer je in plaats van weerstand draagvlak. Je hebt vanaf begin tot einde verantwoordelijkheid voor het werk wat je op je neemt. Dat zorgt ervoor dat wij enorm betrokken zullen zijn met het werk wat we voor jou doen. 60 gepassioneerde N-risers, daar komt iets uit. Dat is gewoon fantastisch. Dit is iets wat heel veel bedrijven heel erg spannend vinden. Maar al snel merk je dat wanneer je een heel team van experts bij ons aan tafel hebt, dat het ook heel veel bijdraagt wanneer er toch twee directeuren in een kamertje ergens beslissingen nemen.